Gezond eten en genoeg bewegen is belangrijk. Venrijse basisscholen streden om de titel gezondste school. De Crocodaris en de Klimboom vielen uiteindelijk in de prijzen. Zij werden verrast met een danskliniek van acteur en danser Juvat Westendorp. Kinderen bewegen immers nog steeds te weinig. Ja, ik denk dat er heel veel kinderen in Nederland toch nog zijn die iets wat te zwaar zijn. Dat proberen we natuurlijk met z'n allen omlaag te krijgen, dat niveau. Alleen maar in het beste wil van het kind. En ja, daar hoort ook, we gamen heel veel. Hè? De schermen hebben ons overgenomen en dat hoeft helemaal niet slecht te zijn overigens. Hè? Maar je moet de balans wel weten te vinden. Er moet ook nog steeds bewogen worden. Hè? Als jij een uurtje gaat gamen of ik bedoel, we leven nou eenmaal in een digitaal tijdperk. Maar je moet dan ook even een uurtje naar buiten spelen. En dat proberen we te stimuleren, ja. Wij als Venrij Beweegt proberen zoveel mogelijk kinderen, maar ook ouders, oudere mensen, iedereen zoveel mogelijk in beweging te laten zijn, omdat het gezond is, maar vooral ook heel erg leuk. Landelijk merk je dat kinderen steeds meer gaan bewegen en meer gaan stilzitten en dat voor de kinderen niet zo goed is. Met de kinderen ga ik wel veel naar buiten en veel buitenles geven ook. Dus daar vind ik het wel heel belangrijk. Kinderen zijn vaak druk, zitten thuis veel achter de schermpjes, iPad, laptop, computers. En zit wel te gamen, maar echt buiten spelen, nu je buiten moet spelen, dat is, ja, dat moeten ze nog leren. Dus daar probeer ik wel op in te steken. Dus ik probeer wel rolmodel voor de kinderen te zijn, maar als ik thuis ben, dan ben ik een beetje lui, wat dat betreft. Juvat zet zich als ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht in om kinderen aan de beweging te krijgen. Daarmee reis ik eigenlijk door heel het land om jongeren bewust te maken van hoe belangrijk het nou is dat je lekker in je vel zit. Dat je dat ook een boost kan geven. Dat je dat wat makkelijker kan maken door gezond te eten, gezond te drinken, veel te bewegen. Dus voor mij gaat het veel meer om dat je lekker in je vel zit en dat je dat zelf kan doen. En dat doen we middels een kort praatje, vragen stellen, kinderen zelf laten nadenken hierover, over het onderwerp. En te gaan dansen, want bewegen, sporten hoort er ook bij. En dansen is dan toevallig mijn specialiteit. Dus ik reis eigenlijk door heel het land en vandaag bij de Klimboom ben ik om die kids in beweging te brengen. Na een gezonde strijd pakte juf Manon uiteindelijk de titel Fitste Juf. We moesten tegen de wand aanzitten en dan op 90 graden en zo lang mogelijk blijven zitten. Dus wat eigenlijk gelukt dat iedereen vroeg viel dat ik won, want ik ben er eigenlijk helemaal niet zo goed in. Dus eerder een toevalstreffer, denk ik. Hoe lang heb je moeten zitten? Ik denk iets langer dan een minuut, zoiets.